Hij is dan wel erg stoer, een overtuigend statussymbool. Echt milieuvriendelijk is hij niet. De Hummer rijdt 1 op 8 en heeft een hoge CO2-uitstoot. En dat kan toch niet in deze tijd? Deze auto's voldoen natuurlijk aan de eisen die er in Europa gesteld worden, aan alle emissie-eisen. Daarnaast hebben wij binnen nu en een jaar het hele gamma op biobrandstof. En dan mag u mij vertellen of dat allemaal kan. Ja, ik denk het wel. De Hummer rijdt met gemak door water van een halve meter diep. En een stevige helling, daar heeft hij helemaal geen problemen mee. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van heel goed aanvoelen. En met name dus de auto. Wat kan hier, wat doet de auto? Zeker niet te hard. Een beetje aanvoelen, het terrein verkennen. Dus echt goed vooruitkijken van waar rijd ik naartoe, waar ga ik naartoe met de auto. En dan moet het prima verlopen. Lijkt me een redelijk onbegonnen werk vandaag. Het is te doen. Je bent even bezig, ik ben van de straat even. Ja, worden ze heel erg smerig, deze auto's? Ja, off-road zeer zeker wel. Daar ben ik wel even mee bezig om schoon te maken, ook weer eind van de dag. De verkoopcijfers van de Hummer stijgen ieder jaar. Maar voordat je erin aanschaf, bedenk... Nou, hij is inderdaad mooi en je kunt er allerlei plassen door en hellingen op. Maar je moet er toch niet aan denken dat je deze moet inparkeren.